Dit is Voor de Film. Mijn naam is Vincent Hoberg en vandaag gaan we het hebben over Mad Max 4, Fury Road. My name is Max. My world is fire and blood. Mad Max en het vervolg, met name The Road Warrior, Mad Max 2, waren ja, grensverleggende actiefilms eind jaren 70, begin jaren 80, die regisseur, schrijver George Miller en hoofdrolspeler Mel Gibson in één klap wereldberoemd maakten, althans op de cinematische landkaart zetten. George Miller schiep in die films een soort van post-apocalyptisch landschap waarin krankzinnige motorduivels en gangsters en boeven de wegen en de wereld onveilig maakten. Want de wereld was immers vergaan. En Mad Max was dan een politieman, later ex-politieman, die daar een stokje voor probeerde te steken. Er kwam nog een derde deel, Mad Max Beyond Thunderdome. En daarna was het klaar, had George Miller het gehad met die films. Is toen op zich verder gegaan met andere films, totaal andere films. Witches of Eastwick heeft hij gemaakt. Hij heeft later meer familiefilms gemaakt, zoals Babe en Happy Feet, die tekenfilm. Maar het kraakte nog ergens bij mij. Ik ben nog niet helemaal klaar met die wereld. Ik wil nog graag een volgende film maken. Maar ja, dat is 30 jaar geleden dat die laatste film er was. En er ging ondertussen van alles mis. Mel Gibson die kreeg een klap van de antisemitische molen, een windmolenpark bijna. En de plek waar ze die films wilden gaan opnemen, dat was een soort woestijn en die werd opeens door water en regen overspoeld en dan ging het bloeien en dat was ook weer niet goed en echt gedoe in feite. 30 jaar later is het nu dus en eindelijk is het zover. Hij is er, Mad Max 4 Fury Road, en hij was het wachten ruimschoots waard. Oh, what a day! What a lovely day! Fury Road is niet echt een sequel op de eerste drie films, dus je hoeft die eerste drie films ook niet gezien te hebben. Het speelt zich ongeveer af tussen Mad Max en The Road Warrior. En Max is in deze film zwervende, komt terecht in een locatie genaamd The Citadel, die gerund wordt door een fascistoïde kerel genaamd Immortan Joe. En Max sluit een verbond met een vrouwelijke strijdster genaamd Furiosa, die iets gestolen heeft van deze Immortan Joe. Een lading die heel waardevol is. En Max helpt haar, min of meer tegen zijn zin, om die Joe te ontlopen en het enorme leger aan bad guys die ze achtervolgen. Ja, en dat is eigenlijk de plot, voor zover je kan spreken van een plot. Want deze film is niet netjes opgebouwd met een goede narratieve structuur, waarin eerst een beetje wordt uitgelegd wat er is gebeurd en de karakters worden geïntroduceerd. En vergeet het maar, je wordt echt in één klap in de eerste minuten al in de actie gedonderd. Dat is echt een enorme sneltreinvaart het eerste half uur, dat je echt af en toe denkt, wat gebeurt er allemaal? Wie zijn die mensen? Waar ben ik in terechtgekomen? En het is totale chaos. Dus het is een abstract schilderij. Het is een actiefilm als abstract schilderij. Dat moet je maar durven. Miller durft het en het resultaat is, het werkt. Het is verbluffend, ongelooflijk. Over een andere gewaagde zet gesproken die Miller heeft uitgesproken, is dat Mad Max, Max Rockatansky, hier gespeeld door Tom Hardy trouwens, is niet echt het hoofdpersonage van deze film. De ware held van de film is dus die Furiosa, die vrouwelijke krijgster, gespeeld door Charlize Theron, die dat ook fantastisch doet trouwens. En op internet zijn er allerlei van die male chauvinist blogs en praatgroepen en wat dan ook. Die zijn ontploft erover. Die zeggen, wat is dat nou? En het is toch een mannenfilm? En is het nou geen vrouwenfilm? Jammer jongens, het is de 21ste eeuw. Deal with it. En eerlijk gezegd, het gaat ook eigenlijk helemaal niet om de karakters. En wat ik net al zei, het gaat niet echt om de plot. Als ik Fury Road moest omschrijven, zou ik het een arthouse actiefilm noemen die zich vermomd heeft als een blockbuster. Je krijgt echt af en toe de indruk dat de geest van cultregisseurs als Alejandro Jodorowsky bijvoorbeeld, zijn El Topo, dat soort films, dat die over de film heen zweven. Het is namelijk echt heel mooi in beeld gebracht, maar ook heel bizar. Die auto's, het een is nog krankzinniger dan de ander. En het landschap is echt fantastisch in beeld gebracht door cameraman John Seale. Ga dat zien, ga het absoluut zien, maar ga wel kijken op een heel groot scherm, zo groot mogelijk, met goed geluid. Het is alleen maar in 3D uitgebracht in Nederland, dat is een beetje jammer, maar goed, maakt niet uit. Ga kijken, ASAP, want als je echt de actiefilm van het jaar wil zien, dan is dit hem. Dit was Voor de Film. Als je meer van dit soort introducties wil zien, het is een kanaal, dus er zijn nog veel meer andere filmpjes van mij en collega's, zoiets maar.
Dus ja, je kan lid worden van dit kanaal. Je kan gewoon liken, je kan het share. Doe wat je wil, maar blijf vooral voor de film kijken. Dankjewel.